We hebben vandaag de Pride Walk gehad, wat eigenlijk onderdeel is van de laatste activiteiten van de Pride Month. De hele maand oktober is al sinds 2011 herdenken wij in oktober Pride, of staan wij stil bij de rechten van LGBT personen. En vandaag was dus de loop. Tevreden met hoe het gegaan is deze maand? Ik ben enigszins tevreden met betrekking tot de participatie. De hoeveelheid aan organisaties en bedrijven die hebben meegewerkt, die hebben bijgedragen. Was het in het verleden zo dat wij als organisatie alles organiseerden? Merken we dat er heel veel bedrijven en organisaties zijn die zelfs nog iets willen doen voor de gemeenschap, omdat ze ook wel beseffen van hey, dit is een belangrijk onderdeel van van de samenleving. Dit is een onderwerp dat nog niet voldoende wordt besproken, onvoldoende wordt belicht. En er zijn nog mensen die zich niet welkom voelen in de gemeenschap. Wat ik sowieso merk is dat we gaan naar een stukje normalisering, waardoor niet echt je een specifiek pride of gay activiteit hoeft te hebben. En dat willen we eigenlijk ook niet. We willen niet apart zijn, maar omdat mensen ons anders of apart behandelen, dan moeten wij onze eigen plekken creëren. Maar we willen gewoon op elke school, op elke werkplek, in elke club gewoon onszelf kunnen zijn. En we merken dus zeker mate dat dat steeds makkelijker wordt, dat je vooral in Paramaribo jezelf mag zijn. Mensen staren nog, maar men komt niet aan je lichaam, men durft je meestal niks te zeggen. En dat zien we wel als een mate van verbetering. Er is dus wel wat acceptatie. Jawel. Het is toegenomen, maar we merken ook een verruwing bij de mensen die het niet willen accepteren. En daar moet er zeker aan gewerkt worden, omdat je mag je mening hebben, maar jouw vrijheid van meningsuiting, jouw geloof mag geen beperking zijn of andere mans rechten omlaag brengen. Het gaat dus de betere kant op. Het gaat de betere kant op. Er zijn nog steeds mensen die uitdagingen hebben. We merken dat er meer wetgeving komt, maar nog steeds onvoldoende. LGBT-relaties worden nog steeds niet formeel erkend. Dat heeft allerlei consequenties op mensen die ouder worden en pensioen nodig hebben en die geen rechten. Ziektekostenverzekering wordt nog niet gedeeld. Wanneer je eigenlijk samenwoont, ben je voor de wet niks. Gewoon twee mensen die samenwonen. En dat brengt zeker als je ouder wordt consequenties. Stel je wordt opgenomen in het ziekenhuis, je bent buiten, je bent niet aanspreekbaar. Wie bepaalt op dat moment? De mensen die je hebben verstoten, jarenlang niet met je hebben gesproken, maar voor de wet je familie zijn. Of iemand met wie je liefde en leed 30 jaren plus jaren met elkaar hebt gedeeld. En dat is wel belangrijk dat dat geaccepteerd wordt en dat verwerkt wordt in wetgeving. LGBT-rechten horen gewoon onderdeel te zijn van onze dagelijkse bezigheden. En niet alleen in oktober moeten we daar aandacht voor, maar de hele tijd moeten we daar bewust van zijn. Dat iedereen vrij en zichtbaar zichzelf moet kunnen zijn.